Achter deze muur, geloof ik. Kijk, dus in principe zou je dit gewoon door kunnen trekken, maar dan moet je de muur eruit slopen. Dat gaan we natuurlijk niet doen. Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Planet Coaster. En terwijl ik net van Jamin snoepjes, of nou ja, Jamin chocoladenootjes heb genoten, gaan we nu vers beginnen aan een aflevering van Planet Coaster. Jawel, we zijn hier in Fairy Tale Gardens. Een uh, redelijk originele naam. Ik gebruik het eigenlijk voor elk pretpark wat ik maak. In zowel Rollercoaster Coom 3 als in Parkitect als in Roblox. Maakt het ook uit. Het is een beetje mijn... Uh uh, mijn, mijn merk geworden, hè, om, de, om het zo te noemen. Maar laten we niet op de naam focussen, laten we ons focussen op het park zelf. Want we hebben de vorige aflevering deze achtbaan gemaakt. Deze houten achtbaan, nog naamloos en wel, maar hij ziet er wel fantastisch uit. Ook heel groot. En vanaf uh, hier kan je natuurlijk een gedeelte van de achtbaan zien. Nou, eigenlijk haast niet, want die berg zit ervoor. Maar als je hier loopt, zie je wel echt een heel mooi gedeelte van de baan. Ik wil sowieso het pad een klein beetje dichterbij laten brengen zodat je het nog beter ziet. En ik ik wil hier een soort van. Uh, watertje van gaan maken. Maar de vorige keer had ik. toen ik dit terrein omhoog gooide. Toen had ik wat probleempjes. Ik zal eens kijken of dat nu. Kijk, nu gaat het ook. Maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon kijken of we dat kunnen oplossen door gewoon hier aan de andere kant water toe te voegen. En dat doen we dus gewoon door hier het water te pakken en dan het niveau te selecteren. Nou, hoe hoog zal het niveau zijn? Ik denk nog wel een niveau hoger. Dus uh, ik denk dat dit wel de max is. Maar dat moet je niet doen, de max. Dit is denk ik wel wat beter. Ja, dit is geloof ik ook het niveau wat we zochten. Hier hebben we in ieder geval een soort van. Uh, ja, een watertje. Hier ook een leuk bootje. Oh, dat bootje loopt dat naar nou onder water? Nee, dat staat precies goed zo. Nee, het is goed. Oké, okay, hij drijft mooi. Oké, okay, dan hebben we hier nog een, nog een watertje. Maar dat watertje ga ik eigenlijk niet meer als watertje gebruiken. We gaan dit gewoon opvullen. En dit wordt gewoon eigenlijk een flatten-to-surface. Oftewel, we maken dit gewoon vlak. En dan zal ik even deze vlakte gebruiken waar het pad op rust. Zo. En dan gaan we dit water gewoon even helemaal weghalen. Dat gaat nu automatisch als het goed is. Kijk, als we er gewoon land overheen doen, dan gaat dat gewoon netjes weg. En dan maken we hier ook eventjes flat van. Zo, op deze manier. Dan hebben we meer ruimte om dadelijk ons themagebied helemaal te teamen. Want uh, ik heb voornamelijk veel water in het park staan. Jullie weten het wel. Deze berg wil ik ook een beetje inkorten. Wil ik eigenlijk zoiets als dit van maken. Dat je hier eigenlijk een helling hebt. Zo, klein bergje mag er wel in. En dan gaan we dit gewoon even weghalen. En dan haal ik ook die boompjes weg. Dan hebben we gewoon wat meer ruimte. Zo, kijk, dat gaat vanzelf... Ik kan intens die uh, een beetje hoger zetten. Dan gaat het nog sneller. Maar we hebben gewoon geen haast. Dus laten we gewoon lekker op het gemakje een beetje bouwen. Zo. Dat kan ook een beetje inkorten. zo. We zien het wel. We kunnen nog een hoop weghalen. En zoals je ziet, de bomen moeten we ook even weghalen. Want die zweven nu. Een lekker groot gebied, zoals je ziet. Ik hou gewoon van om de ruimte te nemen. We kunnen deze berg natuurlijk ook als decoratie gebruiken als een Wild Westberg. Dan dient hij eigenlijk als berg voor waar een boomstam attractie op wordt geplaatst. Het dient als een berg voor het uitzicht van deze attractie en natuurlijk uh, een berg voor de achtbaan voor de familiekoersen. Dus die berg is erg belangrijk. Is ook denk ik wel een van de grootste bergen in het spel. Ik denk dat die zelfs hoger is dan de berg. Nee, oh nee, natuurlijk nee, niet. Deze berg is de hoogst. Maar dan komt denk ik deze en dan komt deze hier. Ja, dit is ook wel een, best wel een grote berg. Die zit zo helemaal tegen dat paleis aan. Ik vind dat wel wat hebben hoor, zoiets als dit. Ik vind het wel een beetje magisch. Zo'n beetje. Is dat wat ik bedoel? Een beetje sprookjesachtig. Zo kan ik het noemen. Maar uh, ja, we gaan het Wild West even afmaken. Maar omdat ik al eerder zei, je moet natuurlijk ook lopen naar het Wild West Dus laat ik dit even verder gaan bouwen. En dit is eigenlijk niks minder dan dat ik mijn blueprints tevoorschijn haal. Kijk eens dus even wat een mooie blueprints te verschijnen. Dan zal ik er even fans intypen. En dan krijgen we hier een van die hekjes die ik toen. Uh, voor mij, ik weet niet of dit dezelfde zijn. Dan moet ik eens even kijken. Ik denk het namelijk wel. Ja, dat zijn precies dezelfde kleurtjes. En dan moet ik hem net zo hoog doen. Als de hekjes die ik daar neerzet. En die koppel ik gewoon aan elkaar. Kijk, dat is net een, een slot wat in elkaar valt. Hoppakee. Dan moet gewoon heel die route helemaal lang tot en met daar. Ik denk dat ik het tot hier doe. Want die huisjes, daar kan ik misschien nog wel een leuk winkeltje inbouwen. Dat kan allemaal natuurlijk. Ja, dit is best wel saai werk. Dus dat doe ik even met een vingerknip. En dan zit dat helemaal in elkaar. Echt waar? Echt waar? Zo, het laatste hekje kan ik plaatsen tegen dat zijkantje aan. Kijk, dan heb je een beetje dat het afgesloten is. Want daar is het gebied van de Dark Ride. En dan wil, moeten we de mensen natuurlijk niet zomaar verschijnen. Ja, dit zijn ook belangrijke dingen. Dat zijn natuurlijk bomen. Die, uh, die vullen het aantal... Uh, die vullen het een beetje op, vind ik altijd. Dat is belangrijk. En dat is gewoon natuurlijk ook voor die bosjes die we zo met uh, de, de, de wortel en al kunnen verplaatsen. Wat hebben we nog meer? We hebben natuurlijk ook wat grotere struikjes. Welke zijn dat? Volgens mij de Forest Bush, inderdaad. Die kunnen we hier eens ook even tegenaan zetten. Maak het uit. Die bedekt maar een beetje dat gebouwtje. Dat mag allemaal. Duplicate. En dan doen we hier eens even een groot bosje. Ja, ik kan het natuurlijk ook een beetje minimaal houden. Want uh, ja, dan is het gewoon een beetje dat je nog een beetje daarin kan kijken. Ik bedoel, leuk om dat koekje te zien. En ja, omdat het hier natuurlijk wat voller is, vind ik het zonde om het daar natuurlijk helemaal uh, weer vol te gooien met bomen. Misschien nog een paar kleine bloemetjes hier aan de zijkant, maar meer ook helemaal niet. Misschien moet ik dat pad wat ik hier heb gemaakt van de terrein toe, kan ik misschien nog een beetje doortrekken naar achter. Dan zal ik de size even kleiner maken. En dan kan ik dit even kijken. Een beetje deze kant op laten gaan. maak het uit. Ik doe ook maar wat. Ik speel ook maar een beetje met de uh, terreintool. En langs de zijkant kunnen we weer van die bladeren toevoegen. Ik zal intensity een beetje hoger zetten. Zo. Dan krijgen we echt die bladeren. Zo. Dan kan je een beetje langs dat pad doen. Dat is echt leuk. Want die blaadjes die vallen echt. Dat heb ik een keer laten zien in een aflevering. Dat zie je dan als je dat er overheen doet. Kijk. Die blaadjes die liggen dan echt op dat pad. Zie je dat? Echt super gaaf. Die vallen dan van een boom af of zo. Misschien moet ik nog wat meer bomen plaatsen. Maar... Kijk, dit is gewoon hartstikke leuk om die uh, blaadjes hier te plaatsen. Dit ook langs die zijkant is echt heerlijk om te zien. Kijk, hier ook. Allemaal van die blaadjes. Ik gebruik die heel graag. Zo, want daar heb ik dat ook al gebruikt natuurlijk. Allemaal blaadjes hier zo. Aan de andere kant heb ik ook een hek. En die staat in ieder geval wat hoger. Dat heb ik expres gedaan. Dus die kan ik ook helemaal doortrekken. Dat ga ik nu nog niet doen. Wat is dit? Er staat ineens een stuk dak. Ja, over dak gesproken. Ik heb het dak toegevoegd hier. Kijk. En. Het is een beetje simpel, ik weet het. Maar voordat jullie gaan oordelen. Voordat jullie gaan oordelen, dames en heren. Er wordt toch allemaal gedetailleerd. Er komt muurdecoratie tegenaan. maar daar moet ik even voor zitten. Ik kan wel, je kan wel nu wat gaan doen, maar dat, het kost gewoon wel tijd. Ik heb in ieder geval de ingang en de uitgang heb ik aan de achterkant gemaakt. En dit idee kan ik wel eventjes laten zien jullie. Uh, ik had het idee om, zeg maar, bij de uit, Of de ingangspad. Om die dus, zeg maar, een beetje op deze manier te doen. Even kijken of dat gaat lukken. Nou, uiteindelijk dat hij uh, dus op... Even kijken hoe ik dit ga doen, hoor. Want uh, ik weet het wel ongeveer, maar ik moet het even goed doen. Dus zeg maar dat je op deze manier een bocht maakt. Dat moet je dan ook bij de uitgang doen. Maar ik weet niet of hij dit gaat halen. Want het is een recht stuk en dan een bocht. En hier haalt hij alleen het rechte stuk. En dan komt hij erin. Dus ik denk dat het zoiets als dit is. Even kijken, hoor. Zo. En dat je dan hier naar beneden gaat. Nee, nee, nee. nee. Wacht even. Zo. En dit stuk moet naar beneden. Engels snap even aan. Anders gaat dit nooit werken. Sowieso niet. Kijk, dit gaat dan ongeveer zoiets. Dat was het idee. Zo, dit kan dan recht vooruit gaan. En dan zo. En dan hier een bocht naar beneden. Op deze manier. Ik doe maar wat, hè, mensen? Niet dat je denkt van: hé, hey, Vincent heeft er verstand van. Nee, ik doe maar wat. Zo, en dat je dan nu erin gaat. Maar dat gaat wel helemaal niet. Ik weet ook niet waarom. Misschien moet dit uitgezet worden, zo. En moet ik zoiets doen als. Waarom is dit zo lang? Kijk hoe lang die doorgaat, dat pad. Dat is niet normaal. Dat je dan zo gaat er doorheen. Maar ik weet niet waarom hij nou dit doet. Misschien moet ik hier al een bocht maken zo. En dan gaat hij er nu makkelijker in. Ja, kijk. Oké, okay, dan gaat hij hier recht. Dus moet ik eigenlijk nu Engelsnap aan. Officieel zo. Kijk, nu gaat hij wel helemaal schuin. Dat is wel echt heel irritant hoor. Ik heb liever gewoon een recht pad. Ik zou eigenlijk gewoon hier moeten beginnen met de ingang. Zo, dan moet ik even uittekenen. Ik mag hem iets breder maken. Vier breed. Ik weet niet hoe dat eruit ziet. Ik wil het eigenlijk even klikken. Wat, wat loopt hij nou te doen? Kom op, hij moet hier gewoon een los pad maken. Ja, juist, dankjewel. Oké, okay, zo. En dan moet je hier gewoon een wachtrij helemaal recht doen. Dat is het idee. Kijk, dan moet dit eigenlijk even weg. Dus dit even up, wegklikken. Ik vind dat met die wachtrij. Ik ben eerlijk. Ik ben er echt heel eerlijk. Het is wel irritant om wachtrij te maken. Ik, het, het heeft wel iets moeilijks op een of andere manier. Ik weet niet waarom. Maar uh, kijk, nu moet hij weer dunner worden gemaakt. Anders past hij er weer niet door. Echt heel vreemd hoor. En dan zou die, in principe zou ik hem zo moeten aansluiten. Maar nu gaat hij ineens weer schuin, terwijl hij eigenlijk recht moet en dan pas aansluiten. Kijk, dit zou kunnen zo. Dat, dat, dit is, dit is mooi. Ja, dit vind ik mooi. Oké, okay, en dan hier zo ga je naar boven toe. Daar ga ik natuurlijk helemaal een blok van maken. Dat is de bedoeling. Dan loop je naar boven, dan ga ik ook helemaal dichtgooien natuurlijk. En dan wil ik er precies hetzelfde met de uitgang doen. Dus dan gaan we hier naar pads. En dan selecteer ik wat voor... Pad hebben we eigenlijk geselecteerd. Wat hadden we ook gekozen? Volgens mij deze. Ja, dat is de goede, die ik heb geselecteerd nu geselecteerd. Dan maken we deze gewoon vier breed. Zo, die gaat iets wel wat breder dan, uh, dan de ingang, zoals je ziet. Zo. En dan zou je deze dus even kijken, zo moeten doen. En dan recht naar beneden. Dus uh, even kijken, zo, wat ik daar ook heb gedaan. 1, 2, 3. Kijk, nu is die al bijna beneden. Zie je het? Dat komt ook weer niet heel raar overeen met dat. Dus ik kan het niet precies hetzelfde doen. Dat is wel irritant. Zo. Uh, dan zou ik dus dit kunnen doen. Zo. Nu naar beneden laten gaan. Oh, dat doet hij weer niet. Eerst klikken zo. Zo. Dat gaat ook weer niet, hè? Dan moet ik hem één verder laten gaan. Dit uh, idee is uh, niet helemaal uh, een goeie, goed idee geweest, denk ik, achteraf. Maar we zijn er nog niet. Laat me even wat proberen. Zo. Ga je naar beneden. En dan hier doorheen. Oh, dit gaat wel weer makkelijk. Oh, dit gaat zeker makkelijk. Dit gaat makkelijker dan normaal. Misschien. Ik heb al een idee nu ook. Een oplossing. Hoe ik zeg. Ja, ik heb een ideetje. Wacht even. Ik heb een briljant idee. Dus nu gewoon de oplossing. In de video heb ik dat gewoon bedacht. Dat is uniek, toch? De ideetjes ontstaan gewoon niet achter de schermen. Maar gewoon tijdens het opnemen van zo'n aflevering. Heerlijk. Ik maak gewoon net als dit pad. Maak ik gewoon precies hetzelfde. Want ik kan een, een, uit, een ingangspad. Kan ik ook vier breed maken. Dus dan krijg je eigenlijk precies hetzelfde. Van wat ik hier heb gedaan. Dus je gaat die kant op. Een draai. Zo. En dan 1, 2, 3 naar beneden. Zijn dat de drie? Ja. Dan ga je recht. Zo. Dan maak ik hier een bocht. Zo. En dan gaat hij hier naar beneden. Oh, moet hij niet aansluiten gelijk al daar. Zo. En dan zou die, als het goed is, moeten aansluiten met de ingang die ik eerder al heb gemaakt. En als dat zo is, dan is dat gewoon awesome. Kijk, want dan klopt het wel helemaal. Opgelost. Dus mensen, heb je een idee? Maak gewoon de ingang vier breed. Want dan lijkt hij wel precies op elkaar. Alleen het beginstuk niet. Dit is wat kleiner dan uh, de ingang. Zie je? Dit loopt breder dan dit. Hier loopt hij wat kleiner. Maar daar kan je misschien nog wel een leuke boog van maken. Moet even kijken wat we hebben in het assortiment van het hout natuurlijk. Dit wordt ook dichtgemaakt, maar dat ga ik niet doen in deze aflevering. Dus tot zover hebben wij een, uh, een gebouwtje. Oh, uh, tot zover hebben we nog geen gebouwtje. Dit staat ge uh, geselecteerd met dat samen met deze, maar dat was even om aan te tonen dat het om het Wild West gebouw gaat. Ik wil nog niet beginnen aan het Wild West, omdat ik daar een soort van, uh, ik wil een beetje een ide ideetje gaan maken, een beetje uitstippelen, een beetje gaan tekenen met de terreintool, uh, en dat moet ik even op een gemakje gaan doen. Daarom gaan we eerst beginnen met een klein beetje decoreren van de achtbaan, want we hebben namelijk vooral met de terreintool moeten we even werken om even die uh, ja, even wat mooier te maken, allemaal hier zo. Dus we gaan eens even kijken of we de heuvels ook wat kunnen opfrissen. Dus dit gaat ook sowieso wat hoger worden. Dat lijkt mij veel toffer. Ik ga het even omhoog gooien. Intensity. Kijk, dan gaat het wat sneller, allemaal. Zo. En het is leuk om hier misschien deze berg een beetje geleidelijk te maken, dus dat je zoiets krijgt. Kijk, dat is wel mooier zo. Vind ik persoonlijk wat mooier staan. Dan heb je echt op de zijkant, zo, dit gaat omhoog. Wow, niet zo hoog, dames en heren, niet zo hoog, niet zo enthousiast, vins, niet zo enthousiast. Zo, en even kijken, dan loopt dat een beetje zo, dat mag wel, denk ik. Hij mag, hij mag wel iets kleiner, trouwens, zo, ja. Oké, okay, dan gaan we dit natuurlijk met de roughen tool, gaan we dit een beetje anders maken. Zo, een beetje vorm erin laten, Oké, een beetje een rotsvorm idee, hè, met die punten. Ik denk dat dit trouwens een beetje gesmoed kan worden. Een beetje klaar Klein beetje die hoekjes. Zo. Oké. Okay. En die boom staat daar perfect. Die boom staat er zeker weten goed. Dan kunnen we dit nog een beetje groter maken. Ik zal een beetje size groter maken. oké. Okay. Ja, dit moeten we echt met die, met die roughen tool. Moeten we dit echt een beetje gaan uh, mooier maken. Kijk, echt een beetje stenen van maken. Zie je dat? Wat ruiger maken het die rots, hè? Heerlijk. Zo. Dan is het allemaal niet zo smooth. En dat doen we natuurlijk eigenlijk bij alles wat we hier zien. Want die hele uh, steen is allemaal heel mooi gesmoed en zo. En met uh, gewoon een paar klikjes op de knop, dan kan je dat gewoon helemaal aanpassen. Dat geldt ook voor de bovenkant van een berg, niet alleen maar voor de zijkant. Zo. Als je het heel lang indrukt, dan gaat het lelijk worden. Ik wil het wel even laten zien. Kijk, dan krijg je dit krijgen. Ik zal hem heel lang ingedrukt houden. Het is wel iets aparts. Kijk nou wat er gebeurt. Ik hou het gewoon heel tijd ingedrukt. Je krijgt echt een soort van hele bizarre space ik denk als we nog ooit een, een space thema gaan maken... Dat dit echt ideaal is om te gaan bouwen. Zo, ik haal het gelijk even weg netjes. Zo, dat gaat snel hè. Hoppakee. Nee, maar dan kan je zo'n space thema, is dan ideaal. Ik zie hier dat die boom, boompjes, die bosjes haal ik ook even weg. Zo. Moet ik niet de baan weghalen. Want uh, als je die baan selecteert, kan je hem in één keer weghalen ook. Gaan we nog eens even spelen met de terreintool. Hier zo wil ik het een beetje hoger maken. Dat er hier een beetje een grotere berg komt. Dus zoiets als dit. Zo, dat mag wel een beetje zo naar boven lopen. En dit mag ook een beetje schuin lopen, vind ik. Maakt allemaal niet uit. Zo, sowieso dit, dat hij echt van die berg afglijdt, zeg maar. Die, die baan. Zo, dus een klein beetje zoiets. Hoppakee. Dit vind ik vet zo. Dat je echt naar beneden gaat, dat het met die berg meegaat, zo naar beneden. Zo. En dit kunnen we ook een klein beetje een berg geven. Klein beetje mee spelen zo. Hoppakee. En dit kunnen we ook weer met Ruffin een beetje bepalen zo, hè. Hoppakee. Klein beetje van die rare vormpjes erin. Dit kunnen we weer smooten. Het is weer een beetje too much. Het zou wel kunnen hoor. Dat het gewoon een beetje uitsteekt. Zo, hier ook. Hoppakee. Ik klik altijd. Ik vind het heerlijk om lekker te bouwen op mijn gemakje. En als je in zo'n aflevering opneemt, dan moet het allemaal een beetje snel, snel, snel. Want je wilt eigenlijk meer laten zien dan uh, in zo'n zo week natuurlijk. Hè, met zo'n aflevering wil je wilt gewoon veel laten zien, zoveel mogelijk. Dus vandaar dat ik even een soort van tempootje erop gooi. Uh, wat hebben we nog meer? We, hebben, we moeten stenen kiezen. Ja. En ik denk dat ik ga voor zulke steentjes. Maar we kunnen ook voor de wat andere kleursteentjes gaan. Dat zijn gewoon... Even kijken. Deze zijn wat donkerder. Die kan ik over... Nou ja, ze, zijn, ze zien er donker uit. Maar in het spel zijn ze lichter, zoals je ziet. Dus... Ja, een beetje maf misschien. Maar die wil ik eigenlijk wel een keer gaan gebruiken. Maak het uit. Gewoon een paar. Je moet een beetje wat. Uh, het is een uitdaging om gewoon eens wat anders te gebruiken. dan dat je normaal gebruikt. Vind je ook niet? Ik vind van wel. Dus we gaan het even volgooien met stenen. We kunnen ook zo'n cliché-thema gebruiken. We kunnen ook die Desert Rocks gaan gebruiken. voor het Wild West. Maar misschien kan ik dat wel beter hier gooien. En weet je wat nou toevallig is? Dat zit ik me nu te bedenken. Ik geloof dat hier ergens achter het Wild West-thema zit. Klopt dat? Even kijken. Ik heb het mis. Het is echt achter deze muur, geloof ik. Kijk, dus in principe zou je dit gewoon door kunnen trekken. Maar dan moet je de muur eruit slopen. Dat gaan we natuurlijk niet doen. Maar uh, het leuke is dat ik misschien hier ook wel die stenen ga gebruiken aan de zijkant. En nog beter is als we een soort symbolica idee doen. Dat er een fonteintje naar beneden komt. En dat we hier een soort vijvertje maken. Een heel klein vijvertje. En er omheen allemaal boompjes. Of, of uh, van die Wild West stenen. Dat lijkt me sowieso heel vet. Dus dat ga ik nu gelijk doen. Het schiet gewoon in één keer te binnen hoor. Uh, hier gewoon even uitgraven. Ik zal even intensity een beetje... Hoppakee. We maken even een kuil. Zo. En het hoeft geen grote kuil te zijn. Gewoon even een beetje tot daar. Zoiets. Dat die steen lekker tegenaan komt. Hoppakee. En dan gaan we gewoon eens dus even water erin gooien. Gewoon een heel klein iets watertje. Misschien iets hoger. Even kijken wat is het hoogste niveau. Wat we, ja, dit is het hoogste wat we kunnen doen. En dan moet ik even kijken. Doen we dirty water? Ik denk dirty water. Ja, ik vind dat zelf uh, beter. Oké, okay. dan gaan we ook de grond natuurlijk aanpassen. Ik denk zulke dingen als je grond aanpast. En, en dan geef je al een hele andere setting aan, uh, aan het gebied, zeg maar. Dat wel. Dus wat voor grond kunnen we gebruiken? Ik denk wel iets met zand of zo. Ja, het moet niet echt een beetje een strand worden. Dat idee wil ik echt afschaffen. Het moet geen strand worden, want dat lijkt meer op een piraten setting natuurlijk. Weet je, zoiets als dit? Die boom gaat weg. Dat vind ik echt geen Wild westboom. Ik weet ook niet wat een Wild is. Ik denk dat het meer zo'n Dead Tree is. Of gewoon. Nee, cactussen natuurlijk. Ja, logisch. Dat is natuurlijk een Wild Jongens, ik ben nog helemaal niet wakker. Ik ben nog helemaal niet thuis in het Wild West, lijkt het net. Dit zijn echt standaard dingetjes die ik wel moet weten, natuurlijk. Zo. Kijk, nu heb je al een beetje een idee van hé, hey, hier komt een Wild West. Gebied en die steentjes moeten we natuurlijk wat meer bij, uh, moeten we wat meer verzamelen. Ja, dit zijn die desert rocks. Die zijn echt fantastisch om te plaatsen. Heerlijk, mooie steentjes. Ook kleintjes, dan kan je een beetje een, uh, een idee krijgen van de Big Tuna Mountain natuurlijk. Hè. Vooral met die attractie die hierachter staat. En die grote stenen die doen het er wel, hè. die nemen veel plekken in beslag. Zo, die kan ook een beetje het water in natuurlijk. En deze kan ook hier gewoon lekker op de hoek liggen zo, of hierboven komen. En dan kunnen we hier ook nog wat kleinere steentjes aan toevoegen. Natuurlijk. Kijk, deze steekt een beetje bovenuit. Wat hebben we nog meer voor plantjes? Als ik even kijk als het gaat om natuur bij de desert. Ik kan ook gewoon even de filters aangooien. Dan zien we het vanzelf. Niet altijd laat hij het zien als je filter van het Wild West aan doet. Zoals je ook nu ziet. Je ziet gewoon helemaal geen bomen. Dus je moet eigenlijk een eigen keuze maken. Terwijl ik eigenlijk de cactussen wel bij het Wilde Westen vind passen. Maar dat hij die niet plaatst. Heel apart. Waren dit kleinere cactussen of heb je twee verschillende soorten? Deze heeft volgens mij minder van die zijkantjes eraan. Volgens mij, denk ik. Ik weet het niet zeker. Oh, je hebt nog een derde ook. Die is kleiner, zie je dat? Oh, nou, die kunnen we ook nog neerzetten natuurlijk. Hier wil ik nog wat gebouwtjes aan de achterkant, dus ik wil daar nog niet te veel van die rotsen plaatsen. Wat hebben we nog meer? Ik denk dat we toch wel van deze trees kijken, van die, krijgen, van die dead trees. Het moet geen spookhuis gaan worden, maar uh, die, die worden sowieso geplaatst. Ik zit nou dit te bouwen, hè? maar ik zit nou ook te kijken naar deze kleuren. Dit, dit gebouwtje, zeg maar. Dat doet me een beetje een Mexicaans gevoel geven. In plaats van een wild west is het een beetje Mexicaans. En dan zit ik te denken: kunnen we niet een soort mix maken van een klein beetje Mexicaans thema? Van die leuke kleurtjes. Denk een beetje aan. Uh, die ene waterattractie waar ik nu spontaan de naam van ben vergeten. In Fantasieland, uh, de Chiapas. De, de, de en kunnen we dan niet zo'n thema doen? Een beetje Mexicaans. In plaats van dat oldschool Wilde Westen, wat we eigenlijk al hebben gebouwd. Ik denk dat dat een hele grote uitdaging is. Oké. Okay afgesproken met jullie, een soort Mexicaans thema ga ik proberen. Dus ik ga even wat research doen. Dit is dan niet echt Mexicaans, omdat we hier meer hout hebben gebruikt. Maar we kunnen daarom een beetje een mix maken van. Daar hebben we wat leuke variaties. Maar vooral die huisjes lijkt me heel leuk om iets hier met die berg te doen. Met allemaal van die ge uh, leuke gekleurde Mexicaanse huisjes. Dan moeten we even kijken hoe dat uh, gaat uitpakken. Laat een dikke duim achter voor deze video van Planet Coast. De volgende keer zijn we terug met een nieuwe aflevering van dit geweldige pretparkspel. Doei doei!